lieve mensen, welkom terug op mijn kanaal ReVibes. Mijn naam is Angelique, voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, lieve mensen, ik ga zo meteen beginnen met een reading voor oktober. Allereerst, lieve mensen, wil ik iedereen weer bedanken die zich heeft geabonneerd op mijn kanaal. En ook natuurlijk geabonneerd is gebleven. En bedankt voor alle likes en de reacties, ik ben jullie echt dankbaar. Ik wil dat iets terug doen. Dus de dankbaarheid die ik voor jullie voel, daardoor ben ik al eventjes natuurlijk bezig vanaf het moment dat ik mijn kanaal ben gestart om het blijk van waardering voor jullie ook iets terug te doen. Dus en voor de mensen die al even geabonneerd zijn, weten natuurlijk waar ik mee bezig ben. Bij 888 abonnees ga ik weer een aantal readings verloten. Dit is zo goed bevallen. Ik kreeg zulke fijne reacties en zo emotioneel. Dus ja, ik wil het ook blijven doen. Wat moet je doen? Niet heel veel. Het enige wat je hoeft te doen is je te abonneren op mijn kanaal. Op de rode abonneerknop te drukken. Het kost je verder niets. Dus laat dat voorop stellen. Dan maak je kans dus op een van die readings. Je maakt ook kans op dit prachtige deck van de wisdom van het orakel. Dit is de Pocket Edition. Erg leuk deck. Als je jezelf wilt ontwikkelen of vragen op iets wilt hebben of inzichten. Het is een soort spiegel van je ziel soms. En dat is soms heel fijn. Want daardoor krijg je inzichten die je misschien zelf niet zag. En kun je met jezelf aan de slag. En dat is natuurlijk heel fijn dat je jezelf kan ontwikkelen. In ieder geval, het enige wat je dus hoeft te doen is te abonneren. En dus te vertellen wat je graag wilt. Het deck of de reading. Het is wel belangrijk dat je je abonneert. Dat zeg ik erbij, want daardoor maak je dus kans. Dus niet alleen reageren, maar ook abonneren. In ieder geval ga ik beginnen. Ik ga beginnen met dit deck. Ik ga eens kijken wat de energieën te zeggen hebben over de maand oktober. Ik wou alweer augustus zeggen. Ik blijf een beetje hangen in augustus, maar oktober, lieve mensen. Ik ga eens kijken wat ik mag weten. Het kan van alles zijn. Ik heb wel een liefdesdek en ook gewoon een orakeldek. Die ga ik beide gebruiken. Dus het is een beetje een mix van alles. Dan had ik in mijn vorige video's ook gezegd. Oh ja, mocht het niet resoneren. Dat moet ik natuurlijk wel even erbij zeggen. Kijk dan ook je andere tekens, hè, lieve mensen. Dus je maan, je venus of je ascendant. Dit kan je doen op verschillende sites. Het enige wat van belang is, is dat je je geboortetijd weet. Want anders kun je het niet berekenen. Dat berekenen, dat wordt gewoon gedaan. Alleen het is wel van belang dat je dus de geboortetijd weet. We gaan eens kijken. De vier van bekers. Oké. Dat zegt maar dat er iemand niet helemaal gelukkig is. Of in ieder geval niet ziet wat er achter of naast diegene wordt aangeboden. Met die regenboog. Deze viel ook in de maagd, kan ik me herinneren. En volgens mij nog een, maar maagd herinner ik me nog. Kan zijn dat jij veel liefde geeft, of dat er iemand in je omgeving veel liefde geeft. Of dat je dat niet ziet. Dat die ander dat niet ziet. De 7 van zwaarden en de 9 van munten. Dus misschien iemand in je omgeving die niet helemaal eerlijk is. En het kan zijn over gevoel. Of dat in ieder geval een energie wat niet prettig kan zijn in de maand oktober. Het kan ook dat jij die energie met je meedraagt. Maar in ieder geval is er iets in je omgeving niet helemaal, loopt niet heel eerlijk. Ik zie wel een 9 van munten, wauw, en een dwaas. Het kan zijn dat je wel goed in je vel zit. Dit is natuurlijk de munten. Dus dat kunnen jullie zijn. Wauw. En de 8 van zwaarden. Omgekeerd. Ik zie... Aas van munten bovenop. Aan de ene kant ben je gelukkig, voel ik. Of gelukkig, maar ben je wel stabiel? Sta je wel goed in je element? Met de 9 van munten. Je bent aan het creëren. Je bent eigenlijk independent wel, gelukkig.
Er is ook iets wat je niet zo gelukkig maakt. Waar je overin zit. Het zijn gedachten. Ik zie. Zie je ook een dwaas? De dwaas, dat betekent een nieuw begin. Een nieuw pad, een nieuwe liefde of in ieder geval een nieuwe carrière. Iets wat soms een beetje beangstigend kan zijn. Het kan ook zijn dat je verliefd wordt deze maand of een opbloeiende relatie. Of dat je na een moeilijke periode weer open gaat staan voor de liefde. Of dat je met een oude liefde eigenlijk weer opnieuw gaat beginnen. Het kan een karmische relatie zijn, maar ook een tweelingziel met een dwaas. Maar de dwaas staat dus ook van genieten en een onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Dat is wat ik zie. Maar er is iets in je omgeving wat... Ik weet niet of achter je rug omspeelt, of misschien ben jij het. Maar er is iets met die 7 van zwaarden, vaak sneaky kaart. Samen met de 5 vind ik eigenlijk beide een beetje dezelfde energie, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat anderen vinden, maar dat voelt voor mij wel zo. Dus er is iets wat is gebeurd of wat, ja. En dat kan begin oktober zijn. Hier zie. Maar in ieder geval kan het zijn dat je dus voor een keuze, ja, dat je een heel nieuw pad ingaat. En dat kan ook op werkgebied zijn. Dus het kan ook werk zijn dat je veel hebt gegeven in je werk. Dat je er niet heel veel voor terugkrijgt. Of dat je niet ziet wat er wordt aangeboden. Dat je niet helemaal, dat het niet helemaal meer is wat je graag wilt. Omdat er sneaky dingen speelden. Financieel zie ik dat je wel stabiel bent, wel happy en goed in je element, want dat is de 9 van munten. Het kan zijn dat je zo'n periode achter je laat, dat je je gewoon niet vervuld bent, maar dat je eigenlijk zoiets hebt van ik sta weer in mijn kracht. Ik ga dat nieuwe pad in en ik ga creëren wat ik wil. Zonder angst. Maar ik zie nog wel 8 van zwaarden af en toe om de hoek kijken. En dat is angst in je hoofd. Dus gedachtes. Veel gedachtes. Van hoe komt het? Hoe zou het zijn? Wat als ik dit had gedaan? Wat had als ik dit heb gedaan? Of dat had gedaan? En het zijn gedachtes. Dus die kan je uitschakelen. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat je dus weer gaat creëren. Ik ga een verduidelijkskaart vragen voor de 4 van bekers. Wat mag ik daarover weten? Wat is er wat diegene niet ziet of wat diegene teleurgesteld over? Of zijn er heel veel? De 4 van bekers. Wat mag ik daarvan weten? Sommige readings heb ik geen verduidelijkingskaarten nodig. Maar nu zie ik toch, ik zie 2 dingen namelijk. Ik wil duidelijkheid. Oeps. Wat mag ik weten van de 4 van bekers? Keuzes. De zon. Wauw. Christus. Kan zijn dat je achter iets komt. Een diepe verbintenis, dat je teleurgesteld bent in iets. Of iemand in je omgeving.
En de Two of Cups. En dat kan dus met liefde te maken. Geheimen. Dat is die zeven van zwaarden. Kan ook met een karmische relatie te maken hebben. Maar met de... Het is heel dubbel dit ook weer. Want het kan een aantal dingen betekenen. Het kan zijn dat je twijfelt over iets. Over de liefde. Dat je in het verleden een cup hebt aangeboden die niet is aangeboden. Omdat er dingen speelden die niet helemaal helder waren. Of misschien je gevoel niet maar heel makkelijk kon uiten in bepaald iets. Ik ga nog vragen voor die zeven van zwaarden. Waarom ligt die daar? Wat ik voel is dat er een keuze is gemaakt op liefdesgebied. Dat iemand een cup heeft aangeboden of dat jij dat hebt gedaan, maar dat het niet is geworden wat je graag zou willen. Hoe het eigenlijk is gegaan. Wat mag ik weten over die zeven van zwaarden omgekeerd? Waarom ligt u omgekeerd? De Empress. De keizerin. Ja, dit heeft te maken met... communicatie. Er is iets met communicatie niet misschien helemaal goed gegaan. Dat is wat ik hier zie. Misschien dingen achtergehouden. Dat is wat ik hierbij voel. Op liefdesgebied. Maar je voelde je wel goed. Voelde je wel goed in die relatie, maar er is iets, waarschijnlijk heb je iets aangeboden of heeft iemand jou iets aangeboden en dat is niet geworden wat je eigenlijk wilde. Omdat de communicatie niet helemaal eerlijk verliep. Dat is wat ik hier voel. Misschien dat jij of diegene zich wel wilde uiten, maar dat het gewoon niet helemaal, ja, niet eerlijk. Dat jij of diegene niet eerlijk over zijn gevoelens is. Het kan zijn dat er kinderen in betrokken zijn. Wat mag ik weten? Over de dwaas. Nou, dat was die al. Of over de acht van zwaarden. De ten of wands, ja. Je laat het wel los, zie ik. Het heeft je veel moeite gekost, die burdens. En je zit er af en toe ook nog wel mee in je hoofd. Maar het is wel dat je het los gaat laten. Want het is een eind. En je gaat weer bezig met creëren. Met je eigen dingen. Met financieel misschien. Met een cursus. Of met iets waar jij voldoening uit haalt. En dat gaat groeien. Want je ziet hier ook. De zaadjes zijn geplant. En dat werpt nu zijn vruchten af. Dat is wat ik hier zie. Ook met de negen van munten. En de dwaas. Je gaat gewoon een nieuw pad. Of dat nou met liefde is. Zonder liefde, ik zie weer de negen van pentakels onderop. Dus financieel gaat het gewoon heel goed. Ja, gaat het goed. Je voelt je ook eigenlijk wel heel goed. Alleen er is iets wat misschien in je onbewuste, waar je af en toe nog mee zit. Op liefdesgebied kan dat zijn. En dat kan dus te maken hebben met liefde wat niet is geworden wat het zou moeten zijn. Of dat, ja, dat iemand een cup aanbiedt, maar dat wordt niet gezien in de liefde. Terwijl die verbintenis er wel is, dat moet ik wel zeggen. Verbintenis is er. Maar er zou gecommuniceerd moeten worden. Openheid. Dat is wat ik hier zie met de keizerin. Kan ook korte reizen.
Kan ook zijn dat je je goed voelt in een relatie of dat je je goed voelde in datgene. Wat ik hier zie met deze twee kaarten. Maar ja, dat je daar af en toe nog over treurt. Dat je die liefde wel eigenlijk wilde geven, maar dat dat niet werd gezien. Want je voelde wel dat het een hele goede verbinding was. En misschien nog wel. En sowieso nog wel is, want jullie zijn spiritueel aan elkaar verbonden. Dus je zielsverwant. Samen met ja, de dwaas. Of je twin flame. Zo, ja, sorry. Ik voel dat het, ja, het is heel dubbel. Want jullie voelen je wel goed, maar er is ook iets. Ja, wat misschien niet iedereen weet. Wat eigenlijk weet. Herstellen. Ja. Herstellen heeft alles te maken met deze vier van cups en de zeven zwaarden. Herstellen en met de acht van zwaarden en de ten of wands. Herstellen van hetgeen ja, wat je hebt meegemaakt of waar je mee zit. En ademhalen. Dus misschien let op je ademhaling. Mediteer desnoods. Breng je gedachten weer tot rust. Alles, zodat alles weer op rustig vaarwater komt. In je hoofd. Maar verder gaat het. Ja, jullie zijn natuurlijk steenbokken. En jullie gaan natuurlijk door. Want financieel ziet het er gewoon goed uit. Dus ja, dat. Jullie blijven maar creëren, zie ik. Wat mag ik nog een boodschap? Tot het uiterste gaan. Nieuw pad, zielsverwanten samen creëren. Wauw. Ja. Samen creëren heeft alles met creatie te maken. En het kan ook zijn dat je iemand misschien in je omgeving die je daarmee kan helpen. De dingen te creëren die je wilt om eigenlijk groter te worden. En zielsverwanten, wat ik al zei met de Two of Cups. Er is iemand in je omgeving en het kan zijn dat je daar niet meer een connectie mee hebt. Of dat je daar wel een connectie mee hebt dat die nog wel in je systeem zit. En tot het uiterste gaan heeft alles ook te maken met het waas. Ga dat pad in wat jij wilt. Ga die nieuwe weg in. Maar ik zie dat je dat doet. Want je bent aan het creëren. Je bent eigenlijk steeds weer nieuwe wegen aan het inslaan. Heel goed is dat. Blijf niet op het vertrouwen, maar stap uit je comfortzone. Dat is wat ik hier zie. Mag ik nog een kaart voor de lieve steenbok voor de maand oktober op het gebied van liefde? Vergeven en leren. Als je het verleden hield en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Wat ik zei, ja. Dit is dus, dit is eigenlijk een bevestiging van deze kaart. Wat ik voelde is dat er iets in het verleden is gebeurd. Ja, dezegene die hierop staat is ook getreurd. Maar ja, lieve steenbok, soms gaan leven verzoening. Gaat het leven. Vergeef en leren. Dus leer van wat je hebt meegemaakt. En neem dat mee. Ook in je spirituele pad. En vergeef diegene. Als er iets is geweest. Want soms lopen dingen nu eenmaal zo in het leven. Maar als je met een zielsverwant of twin flame te maken hebt, dan ga ik niet te veel over uitweiden. Daar hebben we weer andere video's voor. Maar heeft vergeven en leren. Ja, dat loopt in één. Want dat is heel belangrijk. Want vaak loop je niet op hetzelfde pad. En heb je relaties nodig. En je tweelingziel ook.
om te beseffen wat de connectie tussen jullie is. En dat kan soms heel lang duren. Met kinderen, alles. Maar die connectie, als jullie die hebben, maar als jij daarover treurt, dat het zo is gelopen, dan zou je dat toch los moeten laten. Dat is wat ik hier voel. Houd eerst van jezelf. Jezelf respect maakt je romantiek aantrekkelijker. Maakt je in romantiek aantrekkelijker. Dus het kan zijn dat je van jezelf moet gaan houden, diep van binnen. Vandaar die 8 zwaarden misschien. Twijfel. Ben ik wel goed genoeg? Wat is er mis met mij? Nee. Nog 1 kaart en dan sluit ik hem af. Dus ja, lieve steenbok. Het kan ook zijn dat je je zielsverwant ontmoet, hè? Alweer gaat ontmoeten. Dat kan natuurlijk ook met een dwaas. Want dat is, een dwaas is een nieuw verliefd worden op bloeiende liefde, ware liefde tegenkomen. Wat nou karmisch is of een tweelingziel. Maar hier liggen 2 keer zielsverwant kaarten. Het kan zijn dat diegene dus terugkomt. En dat je hebt moeten leren eerst van jezelf te houden. Onbeantwoorde liefde. Ja. Er is niet genoeg aantrekkingskracht, niet genoeg chemie om deze relatie gaande te houden. Dus dat zijn 2 boodschappen voor 2 verschillende situaties. Voor de een kan het betekenen dat de liefde die hier ligt, dat dat gewoon niet mogelijk is. En dat heeft niks met de connectie te maken of met de liefde voor jullie. Voor elkaar, maar dat het gewoon niet mogelijk is op dit moment. En dat jij nog dingen moet afsluiten daarvan. Voor sommigen kan het betekenen dat je wel je zielsverwant tegenkomt. Dat je dit wel loslaat ook. En dat je accepteert dat het gewoon, ja, dat het niet de liefde is in je leven, maar dat je doorgaat. Dat je dus gelukkig bent met jezelf. Of misschien dat je iemand anders tegenkomt die je ook gelukkig maakt. Dat is wat ik hier voel. Dus kijk wat resoneert. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken. Ik wens jullie veel sterkte en veel liefde toe deze komende maand. En ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. Mocht het niet resoneren, dan ben je waarschijnlijk al weg. Maar in ieder geval, kijk dan ook in je andere tekens. Heel belangrijk. En ik wens jullie een fijne maand. Doeg!